Een grutte ziekactie op de Noordzee in het waar tussen Haas en Skielge, nou vermiste fiscusman, had nog niet opsmieten. De 36-jarige machinist van de Urker fiscusboot FD-281, die het onder Engelse vlaggen vat, wie van hem al net meer aan boord, doet de kotter onlaai in de industriehaven van Haas. Ja, nou, ze gingen ervan uit dat hij in de machinekamer was. En toen heb ik vroeg aan de jongens, waar is hij? Nou, hij was weer in zijn kooi in zijn hut gegaan. Ik zei, nou, dan kijk je naar de avond wel even. Vertelde dat is hij ziek of zo. Ik zei, toen is hij, ben ik in de avond en toen kwam mijn broer. En toen hebben we gekeken en toen was hij weg. Marco ging een 15 boten op ziek naar de man die geen zwemvest of oren beschermende klingen aan hier. Er waren twee helikopters en het vleentuig van de kustwacht inzetten. Op de eiland waren maar auto's de strand naast. Neffens de skipper van de viskotter Cornelis Jan had de vermiste collega hem zelfs mogelijk te kwadien. Er lag een brief op zijn matras. En ja, hoe noemen ze dat? Een afscheidsbrief of een... Ik weet niet precies wat er in die brief stond. Ik zeg maar, dat was het laatste wat ik van hem gezien heb. Wat denkt u? Nou, laten we dan gewoon dat de brieven genoeg zeggen en dat hij desnoods gesprongen is. Ik weet het echt niet. Ik kan wel wat zeggen, maar dat weet ik niet. Neffens de skipper, hier de vermiste man die uit België komt, de laatste tijd privéproblemen. Om 1 uur heen waar de ziekactie naar de man stap zetten. De boten die het mooi hopen hier gingen waarom naar de haven, verder zie je hier het volle doel meer. Hoe lang overleef je het in dit koude water van ongeveer 10 graden? Nou, ik denk dat het een hele korte duur is. Ik ben zelf beroepsduiker, dus ik leg soms heel lang in het water. Maar nee, dat houdt heel snel op. Ja, nee, dat kan per zomer en allemaal 2 minuten gebeurd zijn hoor. Intussen gaat de politie verder met onderzoek. De technische recherche had de hut van de Belg op sporen onderzocht. Opvallend is dat de man zijn lezen en oliepak achterlitten had, maar wel zijn bagagetas meenomen had. Voor eerst zullen de skipper en de 3 orenbemanningsleden net om visje in taak komen. De kotter bloot een paar dagen onder wal. Ze binnen bot van slag. Je gaat met 5 man weg en je komt met z'n 4 terug, is nooit leuk. Dat ik hoop voor de familie dat ze dan, als hij gesprongen is, dat ze dan snel vinden.